gezien. Hij was de king van het tweede seizoen. Mr. Elvis, het is Bouke. Goedenavond. Ja. Tof dat je bent, Bouke. Heb je al wat kunnen zien? Ja, ik heb al wat kunnen zien. En er zit weer enorm goede bands en goede artiesten tussen. Ja, talent is hoog. Hè? Jij hebt de lat vorig jaar natuurlijk vrij hoog gelegd. Je hebt sowieso een bizar jaar gehad, hè, na het vinden van de tribute. Ja, ik bedoel, het kon niet op. We hebben natuurlijk 3 keer in het mooie Ziggo Dome mogen staan. Ja, we zijn onlangs nog naar Amerika geweest en dat was natuurlijk ook een hele grote belevenis. Precies, zometeen om 21:30 op SBS6 gaan we dat zien. My Tribute to Elvis, bent naar Memphis geweest. Ja, klopt. We zijn in de voetsporen getreden van Elvis. We laten min of meer zien hoe Elvis zijn carrière heeft doorgemaakt. En ik heb mogen zingen voor Elvis' laatste verloofde, Ginger Eldon. Zij heeft Elvis doodgevonden in de badkamer. En ze was zeer ontroerd en dat was toch wel een hele speciale ervaring, ja. Dankjewel, Bouke. Toevallig fan van de Bee Gees? Een zeer groot fan van de Bee Gees, ja. Dat komt mooi uit, want dat is de volgende tribute-band waar wij nu kennis mee gaan maken. Zanger Mike zien wij en die is net als zijn vader stucadoor. Dus de Barry Gibb van de Bee Gees.